bij een nieuwe vlog. Ja, we gaan vandaag een beauty masker maken. Ja, vandaag gaan we een beauty masker maken. Heel simpel, very simple. Met natuurlijke producten. Nee, we hebben morgen een feestje. Ja, we hebben een feestje. Super veel zin in. Feestje. En er komt echt een hele leuke jongen. Oh mijn god, wacht. Ik krijg net een melding. Nee, echt waar? Ja. Wat? Kijk, hij heeft een nieuwe foto toegevoegd. Oh my god. Oh my god. Kijk, dit is hem. Ja. Hij is super knap, zoals je ziet. Mooie kaaklijn. Ja, gewoon alles is gewoon perfect. Hij is perfect. Hij is echt Mr. Perfect eigenlijk. Ja. Maar goed, dus het is morgenavond. Dus het is heel slim en goed om de dag daarvoor eventjes lekker een beauty maskertje te maken. Oké, Anne, wat hebben we ervoor nodig? Nou, we hebben verschillende dingen nodig. We beginnen namelijk met een banaan. Dit is een banaan. Avocado. En de meeste mensen gebruiken honing. Verder hebben we nog kaneel, cinnamon. Je hebt ook een schaal nodig. Anders kun je erin stoppen. Yoghurt. Yes. Misschien is dit ook wel heel goed om hiermee je huid te schudden. Maar daar kom ik later op. Ja. Oké, we gaan het nu allemaal lekker mixen. Ja. Kijk lekker mee. Ja. Je begint bijvoorbeeld op de wang en je smeert het gewoon uit. Zal ik nou jouw helft doen? Ja. Wij gaan dit nu even 20 minuutjes laten intrekken. Daarna kan je met lauwwarm water afspoelen. Guys, we hebben net het masker eraf gehaald met lauwwarm water, zoals ik al zei. En ik zie echt meteen een heel goed resultaat. Mijn huid is echt helemaal shiny en glowy geworden. Ja, ik gebruik even iets van verkoeling, want mijn is toch wel een beetje rood uitgevallen. Ik heb het gevoel alsof mijn gezicht in brand staat, zeg maar. Het doet echt, het jeukt enorm. Dus maar dat hoort erbij, toch? Ja, dat trekt vanzelf weg. Weet je het zeker? Ja. Oké, thanks for watching. Don't forget to subscribe.